daar ben ik. Jezus, kom ik daar nou zo vroeg mijn nest vooruit? Ja, nou, dat autootje had geen stroom, hoor. Hé, welkom, knijpers, bij deze aflevering van Met je kop in de knijp. Ik ben bij de Sint-Jacobusschool in Zuilen en zij gaan deze keer meer meehelpen met de aflevering. Ga naar binnen, hoor. Zo. Vind je het een beetje mooi, Jan-Jaap? Ja. Ja? Oké, nou, ik ben klaar. Ik ga de kinderen maar eens even zoeken. Hallo allemaal. Hoi, ik wil graag weten waar jullie deze aflevering over willen hebben. Versieren! Versieren. Doen jullie dat veel in deze klas? Ja. Ja, juist wel. Soms. Ja. Ja. Maar dan weten jullie dus heel veel ervan af. Ja, hij is ook nog wat vriendjes van weten. Ja. Zouden jullie mij dat willen vertellen? Mij en de kijkers van Met je kop in de knijp. Misschien willen jullie mij wel een cursus geven, versieren. Ja? Ja? Oké. Okay. Welkom bij deze cursus Versieren. De cursus wordt gepresenteerd door Bas, Peter, Ravena en Renate. Het eerste onderdeel waar we nu naar gaan kijken is: hoe trek ik de aandacht of hoe val ik op? Hallo, ik ben Bas. Om een beetje op te vallen bij de meisjes moet je een beetje stoer doen. Bijvoorbeeld jellyha, steekjes doen en stoere kleren aan, bijvoorbeeld leren kleren. Hallo, ik ben Renate en ik vind als je iemand wil versieren, dan moet je stoere kleren aantrekken. Zoals bijvoorbeeld merkkleding en kleding die in de mode is. Zoals bijvoorbeeld de chippybroek of andere merken. Als je er een keer ziet, dan moet je gewoon naar de fluit en zo. En als je... Of roepen van een lekker stuk of zo. Zo, lekker wijs. Als je nog verder wil gaan, dan moet je in de kont knijpen of aan de haren trekken. Maar dat moet je wel onverwachts doen. Als je iemand ziet die je leuk vindt, dan moet je naar hem kijken en... afvallend over hem gaan praten tegen je vriendinnen, zodat hij ziet dat je het over hem hebt. En af en toe naar hem lachen. En dan als hij teruglacht of hij kijkt naar je terug, dan moet je proberen langs te lopen. En dan kijken of hij je aanspreekt. Nou Bas, bij mij zou je dat kontknijpen niet moeten proberen, want je zou wel een tik voor je kop krijgen volgens mij. We gaan door naar het volgende cursusonderdeel. Dat is, hoe maak ik contact? Met nu ook de meest gebruikte openingszinnen. Ik ben Peter. Je kan ook een gedicht schrijven om aandacht te trekken. Ik heb twee gedichten. Je gaf me rode rozen, ik ging ervan blozen. Toen gaf je me een kus. En wist ik het dus, je hebt voor mij gekozen, en dan heb ik er nog een. Je bent mijn adem en mijn alles, je bent mijn denken en mijn taal. Zonder jou kan ik niet leven, nou ja, je bent het helemaal. Als je een gedicht maakt, moet je het op een blaadje doen waar je je vriendin of vriend van houdt. Dus als ze van paarden houdt, moet je het op een blaadje waar een paard op staat. Er zijn geen woorden meer voor wat ik voel, ik heb geen woorden meer voor jou. Wat door een ander ooit verzonnen is, slaat de plank finaal mis. Ik ben Ravena. En je hoeft niet per se een gedichtje te schrijven. Maar je kan ook gewoon een briefje schrijven. En er staat de meeste in van wil je een verkering met me? En dan schrijf je erachter ja of nee. En dan moet hij dat omcirkelen. Nou, en dan krijg je meestal het briefje al terug. De meest bekende openingszinnen zijn... ken ik jou niet ergens van? Kun je niks als je neus bezinnen? Wil je mijn voetbalplaatje collectie zien? Dat is een leuke, dat doe ik. Ik zou iets anders zeggen, want ik zou bijvoorbeeld zeggen van... wat heb je leuke pet op?
Mooi pettig, ja. Dank je. Mijn bussen. Dank je. Je kunt het ook zo doen zoals Madonna. Die vraagt meteen, zullen we zoenen? Zullen we zoenen? Nou Peter, van zo'n gedicht zou mijn hart echt smelten hoor. We gaan over naar het volgende cursusonderdeel. En dat gaat over zoenen. Voor zoenen zijn er geen regels. Je moet wel onverwachts doen. Want als ze weet dat je het doet, dan vindt ze het een beetje eng. Durft ze niet. Als je wil kussen, dan moet je eerst je lippen nat maken. En dan pak je hem of haar beet. En dan ga je met jouw mond naar hem mond toe of hij komt naar jou toe. En doe je ogen dicht en dan geef je hem een kus. Nou, als je kan ook lange kussen geven of een korte kus. En dan als je lange kus geeft, dan geef je zeg maar, dan ga je jezelf tellen tot 10 seconden. En dan, dan weet je zelf wel wanneer die 10 seconden voorbij zijn. Nou, en dan laat je hem los. Je moet gewoon denken, dit is mijn kans. En je moet niet op je tong bijten. Het is een beetje vreemd, maar wel lekker. En je moet het durven. Dit was de cursus Versieren. Ik hoop dat jullie er voor het komend jaar een vriendje of een vriendinnetje aan overhouden. Tot ziens. Krijg nou, heb je er. Hey, Joost. Ik heb net Joost gesproken, de liedjesschrijver. En die heeft een heel erg mooi kerstliedje geschreven. Dus daar gaan we nou naar kijken. Ik moet ook nog iemand versieren voor de kerst. Jan-Jaap, ken ik jou niet ergens van? De mensen gaan de stad in. Ze zijn vrolijk, ze zijn blij. Ze kopen voor het kerstfeest. Maar ze kopen niets voor mij. Ze vieren het met hun vrienden. Ze versieren het hele huis. Een boom, een krans, een kerststal. Maar voor mij zijn ze niet thuis. Versier de kerstboom. Versier de ruiten. Versier de tafel. Kaarsen en sfeer. Kaarsjes in de boom, de spuit sneeuw op de ramen, zijn voor mij een boze droom. Mijn vriendje met vakantie, een paar maanden naar een partij. Mijn vriendinnen die zijn skiën, was de kerstman. Versier de kerstboom, versier de ruiten, versier de tafel, kaarsen en sneeuw, versier een vriendje of een vriendinnetje. Niemand versiert mij.
Nou, wat zullen we nou met de reportage doen? Geen idee. Nee. En ik vond dat idee wel leuk, maar dat is... Ja, ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik ken een jongen en die versiert geen meisjes, maar die versiert jongens. Denk je dat dat anders is? Ja. Ja. En als jullie hem nou eens gaan interviewen, willen jullie dat voor me doen? Ja. Ja, is goed. Oké. Okay. Dit is Ben. En dit is Carina. Met hun gaan we het hebben over versieren. Wat denk je aan als je het woord versieren hoort? Oh, ik denk aan hele spannende dingen. Dat ik helemaal verlegen word en heel zenuwachtig. Dat heb ik altijd. En wat denk jij? Ja, ook spanning en ja, wat die andere denkt en wat die andere voelt en kijken. Ja, vooral kijken. Ja, heel veel kijken. Ja. Hoe versier je dan iemand? Ja, is het anders dat je dan de jongen versiert dan de meisje? Nou, moeilijke vraag. Hoe ik iemand versier, of moet ik nou zeggen hoe verschillend het is? Ja. Nou, ik versier, ik zorg er meer voor dat iemand mij uiteindelijk mij versiert. Dus dan ga ik heel leuk doen, grapjes. En het ligt natuurlijk aan waar je iemand tegenkomt als het ergens... in een discotheek is of een feest, dan ga ik ermee praten. En dan misschien wel een keer mee dansen, maar heel veel praten. En als ze dan ergens rondloopt, ga ik alles van aankijken. En als het iemand is die ik dan op werk ontmoet of vakantiewerk of weet ik niet wat. Dan ga ik heel veel leuke dingen doen. Dan ga ik altijd naast haar zitten en grapjes vertellen. Heel veel grapjes. Net zolang tot ze alleen maar mijn grapjes wil horen. En dan hoop ik dat ze eindelijk vraagt of een keer... naar de film gaan of iets samen gaan doen. Hm. En denk dat het wel anders is dan met jongens, maar dat komt denk ik dat ik niet meer op jongens verliefd word. En bij jongens, ik weet eigenlijk niet meer zo goed hoe dat ging. Dat ben ik eigenlijk een beetje vergeten. Dat komt omdat je nou alleen maar meisjes... Ja, dus dat is wel misschien wel 8 jaar geleden of zo, dat ik een jonge meisje versierde. Dat is wel lang geleden al, hè? Ja. Maar dan weet hij vast wel beter. Dat het jongens gaat. Ja, met jongens... Ja, je kijkt altijd eerst en dan kijk je of hij terugkijkt en of die. Nou, dan zie je meestal wel of hij misschien geïnteresseerd is in je. En ja, als dat dan zo is, dan stap je op hem af en dan, dan vraag je bijvoorbeeld hoe die heet of of die wat wil drinken als je ergens bent waar dat kan. En anders begin je een beetje te praten over van alles. En dan kijk je gewoon of het klikt. Maar hoe weet je nou of iemand homo of lesbisch is? Ja, met jongens, als je jongens aankijkt of zo, hoe ze dan reageren, dan kan je meestal wel zien of ze ook op jongens vallen. Dat hoeft niet altijd. En soms kan je het zien aan bepaalde dingen die ze doen. Of je voelt het toch wel op een gegeven moment. Als je zoveel met jongens bent omgegaan, dan weet je wel hoe je kan zien dat een jongen niet op jongens valt of wel op jongens valt. Hoe ging het toen je de allereerste keer een meisje versierde of een jongen? De allereerste keer heb ik 1 jaar over gedaan. Om iemand te versieren. Een meisje of een jongen? Een meisje. Dan was ik heel erg verliefd op haar en zij ook op mij, maar we wisten het niet van elkaar. Want het was ook voor de eerste keer dat ik op een meisje verliefd werd. En we gingen altijd met elkaar uit en naar de film en logeren. En we hadden het erg gezellig. En pas na jaren gingen we toen na al het stoeien en leuke dingen doen, gingen we pas voor de eerste keer een beetje zoenen. Mm-hmm. Op een zomer, op een moment. Op een avond. En volgens mij heeft het 1 jaar gedaan om iemand te versieren. Dat is wel erg lang hoor. Dat is niet goed voor je hart, denk ik. Ja, nu gaan we alle vragen aan jullie stellen. Nee, echt niet. Ja, ze zit een beetje aan onszelf vragen. Waarom eigenlijk? En dan mogen we eens aan jullie vragen.
Ja, nou, het is toch een interview? Je hebt gelijk. Wat is jouw ideale vriendje of jouw ideale vriendinnetje? Nou, hij moet blond zijn. En nou, een beetje blond. En ja, hij moet aardig zijn. En hij moet wat durven. Mijn ideale vrouw is blond haar, lang haar. Ze moet niet schoppen. Ze moet slank zijn. En ze moet sportief zijn. Spijkerbroek met scheuren erin. En een blouse. Stoere meisje. En sportschoenen. En een goede postuur. Mijn ideale man moet met donkerblond haar en blauwe ogen. Of zwart haar met donkerbruine ogen. Slank en sportief. Mijn ideale vrouw moet blond zijn, slank, met blauwe ogen en ze moet grappig zijn. Mijn ideale vrouw moet lang blond haar hebben of donkerblond, blauwe ogen, vrolijk zijn, sportief en ongeveer even groot als mij. Nee, ik vind het wel goed volgens mij. Ja, klaar. Mag ik een stuk bakpapier? Ja, natuurlijk. Alsjeblieft, dankjewel. We zijn met z'n allen aan het voorbereiden voor het verhaal. En we zijn cadeautjes aan het inpakken. En dan hoop ik wel dat die cadeaus een beetje in beeld komen, want anders doen we het voor niks. Ja, inderdaad. Ja. Zeg maar eens de melk. Ik drink wel melk in mijn koffie. Wat zijn we leuk, wat zijn we. Nou, verdorie, je had 10 jaar getrouwd. Je vergeet altijd nog de melk. Die suiker staat op de tafel. Die zo in de keuken, die hoort hier absoluut niet. En dat weet je ook wel. Mijn hamer, die ben ik al heel lang kwijt, weet je dat? Je bent gewoon veel erger dan de kinderen, weet je dat? Die weet dat je normaal spullen horen. Altijd ruzie. In de keuken. Volgens mij elke keer als jij het gebruikt, dan zit je gewoon die hele kleren zo in de keuken. En dan wacht ik gewoon af dat ik het weghaal. Ik ben nu met mijn werk bezig. Verdorie, ik kan ik ook nooit een beetje rustig werken. Ik kan het niet meer over. Mijn secretaresse lopen praten. Mijn secretaresse kijkt me niet meer aan. Die vindt dat ik een slons ben, want ik heb nooit een schoon overhemd. Wat zou dat het gestreken is? Maar dat doet zij het voor je! Dat doet zij het voor me? Waar ben je nou verdorie voor getrouwd? Ik heb toch getrouwd voor mijn kinderen Kinderen, kinderen. Fijn dat jullie gekomen zijn. Ik heb jullie hier bijeen geroepen om een speciale reden. Weet jullie waarom? Nee. Volgens mij zijn jullie kinderen van ouders die altijd ruzie maken. Is dat niet zo? Ja. Maar ruzie. De jouwe ook zeker? Ja. Daar kan ik wel wat aan doen. Want ik heb jullie ook nodig. Ik ben namelijk failliet. Ik ben platzak. Blut. Ik heb geen cent meer over. Valt me zwaar om dit jullie te vragen. Jullie moeten voor mij uit stelen gaan. Ja? Kan toch niet? Nee. Ik ga niet stelen hoor. Ik ook niet. Ik heb cadeautjes nodig om bij alle mensen thuis te brengen. En jullie zijn mijn enige redding. Maar ik heb er wat voor terug. Ik heb namelijk een heel bijzonder goedje. Genoemd versierzout. Als je dit over je ouders uitstrooit, dan zul ik er nooit meer ruzie maken. Bij mij zal het niet helpen. Mijn ouders hebben zo vaak ruzie. Ga er maar vanuit. Als je dit over je ouders uitstrooit, dan maken ze nooit meer ruzie.
Prachtig, kinderen. Schitterend. Met zulke mooie cadeaus wordt het pas toch nog een mooie kerst dit jaar. Ja, dat zou wel moeten. We hebben goed ons best gedaan. Geloof me maar, het komt allemaal in orde dit jaar. Echt waar. Ja, maar ik wil het donderdag hebben. We moeten al zoveel hebben. Het kost allemaal zo ontzettend veel geld. Ja, nou, anders moeten we zitten. Ik denk dat we een beetje zuinig moeten doen. Wat is dit? Wat doet die boom hier? Ja, weet ik veel. Ach, wat een belachelijke boom. Is dat weer een idee van jou? Met al die pakjes. We zouden het niet aan kerst doen dit jaar. Heb ik dat zo vaak gezegd? We hebben er geen geld voor. En al die kerstversiering dan, hoe komt dat hier? Ja, volgens mij heb je het weer aan een van je broertjes gevraagd wat ze hier willen doen in de tussentijd. Belachelijk. Kim, weet jij hier iets van? Ik weet van niks, ik was boven. Zie je wel, nou, dat moet echt. Is het weer een van je domme verrassingen of zo? Echt belachelijk. Nou, dat is helemaal wat. Wat is daar aan de hand? Ja, spoken zeker? Nee, ja, de kerstman. Je gelooft het toch niet? Kerstman. Vrolijk kerstgat. Vrolijk kerstgat. Once a year there comes a time when love is in the air. Everywhere. We zijn aan het einde gekomen van het programma. En ik wil jullie eerst een hele fijne kerst nog toewensen en daarna al gelukkig nieuwjaar. En jullie moeten natuurlijk wel blijven kijken en blijven schrijven. Want in 94 dan zijn we er weer met je kop in de knijp. Dus ik hoop dat ik jullie dan ook zie. Tot ziens. Oh ja, nee, dat versierzout, hè? Dat zit ik me nog af te vragen. Zou je dat dan kunnen kopen? Nou ja, misschien gaat het ook wel zonder versierzout. Ja, Jaap, ik moet nog even wat bespreken. Kom je even naast me zitten hier? Want, ik wil namelijk even afvroegen. Ja, ik ken je dus nog niet zo lang, hè? Maar, Ik vind het een vriendinnetje. Nee, mag wel. Met je kop in de knijp. Met je kop in de knijp. Met je kop in de knijp. Samen. Met je kop in de knijp.